Goedenavond iedereen. Ja, ik denk dat het heel positief is dat Anton de Kom vorig jaar officieel is opgenomen in de kanon van Nederland. Ik zal daar zo meteen wat over zeggen, over hoe hij behandeld wordt in die kanon. Die kanon staat echt aan de basis van heel veel onderwijsprogramma's op de basisscholen in Nederland. En heeft ook invloed op lesboeken, ook wel op de middelbare scholen, waar geschiedenis les wordt gegeven. En als tweede deel van mijn inleiding zal ik wat meer inzoomen op de discussie over de ideologische nalatenschap van Anton de Kom. En vervolgens zal ik ingaan op de komst van Anton de Kom in Suriname, of beter gezegd zijn terugkeer naar Suriname en zijn activiteiten daar en hoe dat in een politieke context te plaatsen valt. En dan zal ik als vierde kort ingaan op zijn allerlaatste politieke activiteiten als verzetsheld tegen het fascisme en zijn journalistiek voor het blad De Vonk. Kanon van Nederland heeft ook een mooie plaatjesserie en een tekst gemaakt op de site. Misschien dat Hans dat nu kan laten zien. Die tekst die is voor iedereen te lezen op de site. En ik denk dat dat een hele mooie evenwichtige tekst is die wel recht doet aan de veelzijdigheid van Anton de Kom. En het geeft ook een goed overzicht van de belangrijkste activiteiten van Anton de Kom. Ik zal dat eerst bespreken. Voor degene die helemaal onbekend zijn met Anton de Kom. Hij werd geboren in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Op dat moment was dat de kolonie van Nederland. En zijn vader werd vlak voor de afschaffing van de slavernij in 1863 geboren als slaaf op de plantage. En Anton die haalt zijn boekhouddiploma in Suriname. En hij kan door het racistische beleid geen goede baan krijgen. En hij vertrekt naar Nederland om daar zijn geluk te beproeven. En dan in 1921, wanneer hij arriveert in Nederland, vindt hij een baan bij een handelaar in koffie en thee. En hij leert daar ook zijn vrouw kennen en ze trouwen. Dat was in die tijd een gemengd huwelijk. Een witte vrouw en een zwarte man was voor die tijd toch wel ongewoon. En daardoor vielen ze op. Maar het was een, denk ik wel, een mooi huwelijk. Ze kregen vier kinderen. En hij ontwikkelt zich heel erg snel in die tijd. Hij ontwikkelt zich tot schrijver en dichter. Maar hij leert ook mensen kennen die in linkse kringen actief zijn. En hij is ook heel erg geïnspireerd door de strijd tegen racisme in de Verenigde Staten. En de gelijkheidsidealen van communistische organisaties in Nederland. En hij begint dan ook kritische politieke artikelen te publiceren in het tijdschrift van de Communistische Partij Holland. En hij voelt zich ook verwant met Indonesische studenten die hij leert kennen in Den Haag en die bezig zijn met onafhankelijkheidsstrijd Nederlands-Indië. En als zijn moeder dan op sterven ligt in 1932, besluit hij om naar Suriname te gaan. Helaas maakt hij het overlijden van zijn moeder niet meer mee, want hij komt iets te laat aan in Suriname. Maar hij zet eigenlijk al snel zijn politieke activiteiten voort in Suriname. Hij wilde aanvankelijk lezingen houden. Hij was al jaren bezig met het schrijven van zijn beroemde boek Wij slaaf van Suriname. Maar die lezingen worden heel erg tegengewerkt door de autoriteiten. En ja, hij besluit daarom een adviesbureau op te richten in zijn ouderlijk huis. Dat slaat enorm aan. En heel veel Surinamers weten hem te vinden en gaan hem vragen om advies. En de autoriteiten vrezen al vrij snel dat helemaal voor hun autoriteit uit de hand gaat lopen. En ze pakken hem op, hij wordt gevangen gezet en
niet veel langer daarna wordt hij op de boot gezet terug naar, naar Nederland. En ja, rond zijn aanhouding is er zoveel commotie dat daar ook zelfs 2 doden vallen, 22 gewonden. Ik zal er zo meteen nog wat meer op ingaan. En ja, goed, in Nederland is het tragisch dat hij niet meer aan het werk komt. Hij is dan een bekende persoonlijkheid en staat te boek als communist en voor een deel ook terecht. Maar daar zal ik zo meteen ook wat meer op ingaan. Hij publiceert dan zijn boek in 1934, Wij slaven van Suriname. Dat is het allereerste geschiedenisboek over Suriname, geschreven door een Surinamer. En dat is echt heel bijzonder. Tegelijkertijd, het past wel in een tijd waarin meer internationale antikoloniale en antiracistische werken verschijnen. Zoals de Black Jacobins van C.L.R. James. En de kom, helaas zou Suriname niet meer terugzien. Tijdens de Duitse bezetting sluit hij zich aan bij het verzet. Hij schrijft voor de illegale communistische krant De Vonk. En voor de bezetters reden om nogal snel te arresteren. Hij overlijdt in een concentratiekamp. In de jaren 60 herontdekken studenten zijn boek. Eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog raakt hij in de vergetelheid, maar studenten vinden zijn boek in de bibliotheek, raken ook geïnspireerd daardoor. Er is ook onafhankelijkheidsstrijd in Suriname. In 1975 wordt hij zelfs door het regime daar als boegbeeld naar voren gehaald. En je zou kunnen zeggen, hij wordt als het ware heden ten dagen herontdekt. En ik denk dat het feit dat hij nu in de kanon is opgenomen, heeft ook iets te maken met groei van antiracistisch sentiment, beweging Black Lives Matter. Giselle noemde dat net al. En wat ik nu heb geschetst, dat is echt hoe dit wordt neergezet in de kanon. Ik denk dat het heel veel aanknopingspunten geeft voor inspiratie. Maar ik denk een gevaar als het gaat om de ideologische nalatenschap van Anton de Kom is dat in feite de politieke context wat wordt vergeten of het feit dat hij onderdeel was van een communistische beweging. En ik denk dat het is goed om stil te staan bij wat voor een, in wat voor revolutionaire tijd hij eigenlijk actief was. En ja, het is belangrijk om dat te benadrukken, want ik zei het net al over het regime in Suriname onder leiding van Boutersen, is hij heel erg naar voren gebracht als een soort revolutionair, een nationalistische revolutionair. En er is ook het gevaar dat hij alleen maar wordt gezien als een strijder tegen kolonialisme of tegen racisme. Maar hij was veel meer dan dat. En ik denk dat het goed is om dat te illustreren aan de hand van wat er nou precies is gebeurd toen hij in Suriname terugkwam. Want voordat hij naar Suriname terugging, stond hij al wel in contact met de arbeidersbeweging in Suriname. Er was bijvoorbeeld al in begin jaren 30 Surinaamse Algemene Werkersorganisatie opgericht, 8 februari 1932. En je zou kunnen zeggen dat de komst van Anton de Kom op 4 januari 1933 in Suriname werkte als een katalysator in de verscherping van de klassenstrijd in Suriname. Ik citeer even de Kom uit zijn boek Wij slaven van Suriname. Hij schrijft dan: Indianen, Bosnegers, Creolen, Brits-Indiërs, Javanen. Er waren dagen, terwijl de motorbrigades der politie buiten op straat circuleerden, dat meer dan 1500 aan mijn tafel verschenen, waarvan sommigen 7 tot 8 dagen gereisd hadden om mij te spreken. Dus je moet je voorstellen, er was een enorme commotie gaande om dat huis waar hij zijn adviesbureau op had ingericht. En de politieke situatie in Suriname was op dat moment
heel erg gespannen. De schrijver Sindhu Hira van dit boek, van Priory tot en met de Kom, staat ook trouwens opgenomen in de boekenlijst die je kan inzien, ook weer op de site van Canon van Nederland. Die duidt denk ik heel goed de rol van de kom. Hij schrijft, het gevaar van de kom voor de heersende klasse lag hierin, dat hij op een consequentere en duidelijkere wijze dan zijn voorgangers, een organisatie van de onderdrukte klasse, zou proberen te vormen. En Hera benadrukt een belangrijk verschil met de andere leiders, of de voorgangers van Anton de Kom van de Surinaamse arbeidersbeweging. En dat is dat de kom de massa's een programma bood dat het kolonialisme tot in zijn wortels aantastte. En dat deden de sociaal op de sociaaldemocratie georiënteerde leiders voor hem, zoals Doodle, niet. En in tegenstelling tot die leiders hield Anton de Kom de Surinaamse bevolking voor, en dan citeer ik weer, gij zult in armoede en ellende blijven leven, zolang gij geen vertrouwen hebt in uw eigen proletarische eenheid. En de Kom stelde voor een actieprogramma met eisen. En als eerste eis was de nationale bevrijding, volledige zelfbeschikking, staatkundige onafhankelijkheid. Een tweede eis, verjaging van alle Hollandse en vreemde troepen. Vernietiging van alle voorrechten der buitenlandse in de eerste plaats Hollandse imperialisten. Nationalisatie van de buitenlandse concessies, ondernemingen en plantages. Verdeling van alle domeinen. Nou, zo zijn er een aantal eisen. Om de tijd ga ik ze niet allemaal langs, maar de laatste is denk ik ook heel veelzeggend. En dat is een eenheidsorganisatie van Indiaanse Juka. Dat waren de ex-slaven die waren gevlucht van de plantages en hun eigen bestaan hadden weten op te bouwen in de bossen. Creoolse, Brits-Indische, Javaanse, Surinaamse, Chinese en Portugese arbeiders en kleine boeren. Samenwerking met de Hollandse, Indonesische, Sovjet en internationale arbeiders en boeren. Nou, dit programma, dat kennen we doordat de communistische Tweede Kamerlid Wijnkoop, destijds in de Tweede Kamer, dit ook heeft verwoord namens Anton de Kom. En volgens Sindhu Hira zou dit ook in pamfletvorm zijn verspreid in Suriname. En ja, dat was natuurlijk dat gaf perspectief, hè, aan mensen die gebukt gingen onder onderdrukking, teleurgesteld waren geraakt in sociaal-democratische leiders die te veel toch zich afhankelijk hadden opgesteld van het koloniale bestuur. En in de biografie over de Kom van Voortman en Boot, ik zal deze even laten zien, vind ik toch dat dit politiek leiderschap meer in de schoenen wordt geschoven van de communistische partij dan dat Anton dit zelf actief gepropageerd zou hebben. En nou ja, een argument enigszins oppervlakkig zou kunnen zijn dat het programma niet in zijn boek Wij slaven van Suriname voorkomt. Maar aan de andere kant, dit programma, dat is een concretisering van wat de Kom meer in algemene bewoordingen schreef in Wij slaven van Suriname, waar hij schrijft, en dan citeer ik, een groot plan van nationale reconstructie is nodig. Een plan met collectieve grootbedrijven, met moderne outillage in handen van de arbeiders van Suriname. En de Kom, ik had het eerder al gezegd, die stond in contact met SABO, Surinaamse Algemene Werkersorganisatie. Een hele interessante organisatie, die echt anders was dan de Volksbond van daarvoor, die door sociaal-democratische leiders werd naar geleid is een te groot woord, want zoveel leiding gaven ze niet aan de strijd. En hij was op de hoogte van hun programma. En hij voegde daar de eis van nationale zelfbeschikkingsrecht aan toe. En hij schrijft in Wij slaven van Suriname,
dat het koloniale bestuur weet dat stijgende ellende stijgend verzet ten gevolge kan hebben. Het is van plan iedere organisatie der Surinamers te beletten, zoals de SAWO in 1932 ontbonden werd. SAWO groeide op dusdanige wijze dat het koloniale bestuur SAWO ontbond. Uit angst voor revolutie, uit angst voor te veel verzet. En ja, je moet je voorstellen, in Suriname waren er wel beginnetjes van vakbondsorganisatie, van politieke partijen. Maar het had na de ontbinding van SAWO geen enkele legaliteit. In het hoofdstuk waarin de KOM het wezen der autonomie bespreekt, schrijft hij over de ellendige situatie voor de onderdrukte klasse in Suriname na de afschaffing van de slavernij. En dan schrijft hij bijvoorbeeld wat voor uitkomsten wanneer wij lezen hoe onder zijn bewind, dat was dan het bewind van de gouverneur, in het gezonde Suriname zware epidemieën van dysenterie, kinkhoest, moeraskoortsen, de ondervoede inwoners wegmaaiden, zodat een bevolking van 23.000 mensen binnen 60 dagen meer dan 300 sterfgevallen plaatsvonden. En geen zeldzaamheid was wanneer op één dag meer dan 15 mensen begraven werden. De autonomie die in 1866 werd gegeven door Nederland bekritiseert de KOM door te stellen: laten wij niet te vroeg juichen. Laten wij niet ons door een naam verblinden, alsof bijvoorbeeld een raad van de arbeid hetzelfde is als een arbeidersraad. Laten wij dus niet met het woord genoegen nemen, maar ons afvragen hoe die autonomie van Suriname er eigenlijk uitziet. Nou, het debat wat gaande was in die tijd over arbeidersraad of raad van arbeid, dat doet er nogal toe. Het is de tijd ook dat de Russische revolutie nog niet zo lang geleden is, waarbij de maatschappij werd overgenomen door arbeidersraden. En het was in communistische circuits en ook de sympathisanten daaromheen bijzonder duidelijk wat het verschil was tussen raad van de arbeid en arbeidersraad. Een raad van de arbeid was een soort veredeld adviesorgaan, maar niet meer dan dat. Terwijl een arbeidersraad de echte controle had over de productiemiddelen. Dus het feit dat Anton de Kom de autonomie van Suriname vergelijkt met zo'n raad van de arbeid, en dus het punt maakt van ja, dat is dus heel wat anders dan een arbeidersraad, dat laat zien dat hij dus wel degelijk het nationale zelfbeschikkingsrecht van de Surinaamse arbeiders voorstond. Dus dat programma wat ik net noemde en wat Wijnkoop in de Tweede Kamer namens hem verwoordde, ik denk dat je ook aan de hand van zijn belangrijkste boek kunt beargumenteren dat hij dat zelf ook propageerde, dat hij daarachter stond. En goed, dat is dus de discussie over de ideologische nalatenschap, wat in feite een beetje onderbelicht maakt waar Anton de Kom mee bezig was. En hij is op een gegeven moment op de boot gezet richting Nederland. Hij was op een gegeven moment opgepakt en ik denk dat het Surinaamse regime ook bewust heeft gepland dat hij niet alleen op de boot werd gezet, maar ook dat er doden vielen bij het protest tegen zijn aanhouding. Dat is ook iets wat onderbelicht is in het boek van Woordman en Alice Books, die eigenlijk heel gemakkelijk voorbij gaan aan hoe het regime op een bepaalde manier ook klassebewust omging met Anton de Kom. Als je ook bijvoorbeeld leest hoe de discussies waren binnen de eerste klasse over de dreiging van communisme, dan zie je dat zij dus heel erg bang waren dat Anton de Kom als geen ander de communistische sympathieën onder de onderdrukte bevolking in Suriname kon verspreiden.
Ik zal eventjes daar naartoe gaan. Ja, de commissaris van de politie in Suriname, die binnen de heersende klasse in Suriname misschien wel het beste op de hoogte was van wat de Suriname-situatie was, die zegt dan dat hier geen communisten zijn of een kern daarvan die doelbewust op omverwerping van het gezag aansturen. Maar wel is er een leger van werklozen. En de Centrale Inlichtingendienst meldde in 1932 aan het ministerie van Koloniën dat over de komst van de COM naar Suriname. Zijn redenvoeringen zijn steeds zeer fel gericht tegen het kapitalisme en het imperialisme en tegen de bestaande orde. Hij is thans bestuurslid van de sectie Holland van de Liga tegen imperialisme. En het is zeer zeker te verwachten dat hij te Paramaribo actie zal voeren tegen het gezag en voor het communisme. En wat hij dus met dat adviesbureau deed was, hij was heel erg bezig met de praktische vragen die mensen hadden en het adviezen geven. Maar hij had dus ook gesprekken over nationale zelfbeschikking. Dus hij was als het ware een politiek leider, een vakbondsman, maar vooral die combinatie maakte hem denk ik heel erg sterk. En ja, het is als je bekijkt wat de context was, en zeker ook het milieu waarin hij zich begaf, was dat ook heel concreet. Ik noemde net al de Russische revolutie, maar eigenlijk in heel Europa na de Eerste Wereldoorlog waren er revolutiepogingen. De Derde Internationale was opgericht in 1919 onder leiding van Lenin en Trotsky, met als wezenlijk onderdeel de strategie die communistische partijen gingen propageren en uitvoeren van nationale zelfbeschikking als onderdeel van de internationale revolutie. Nou, in de jaren 20 waren dat hele levendige discussies in de communistische beweging en in Nederland. En daar was de COM onderdeel van. En hij was in Nederland de eerste die deze strategie ook echt koppelde aan nationale zelfbeschikking in Suriname. En de enige partij in Nederland die hier open voor stond, was de communistische partij Holland. De opkomst van de Stalinistische bureaucratie in de jaren 20, die was gaande, maar nog niet in die mate dat de discussie over internationale revolutie van onderaf geheel verstikte. En de COM, die woonde in de jaren 20 in Den Haag, raakte in contact ook met Indonesische studenten die bijeenkomsten organiseerden en die zich bezighielden met onafhankelijkheidsstrijd. In 1926 breekt een grote opstand uit in Batavia, waarbij vitale gebouwen worden bezet, waaronder het postkantoor. En in andere delen van Java werd gevochten. In 1927 breekt ook een opstand uit in Sumatra, waar de Communistische Partij van Indonesië een rol speelt. De COM was onderdeel van de discussies hierover. En in 1922 maakt Anton de COM ook mee dat Tan Malaka voor het eerst kandidaat wordt voor de Tweede Kamer namens de Communistische Partij Holland. Waarbij hij ziet dat de Sociaal-Democratische Partij een campagne tegen Tan Malaka voert. Tan Malaka was uit Java verbannen nadat hij een stakingsbijeenkomst van pandhuisbeambten had toegesproken. En het was denk ik een hele dappere en goede stap van de Communistische Partij Holland om juist toen hij verbannen werd hem op de kandidaatlijst voor de Tweede Kamer te plaatsen. Maar dat had alles te maken ook met de strategie van de Derde Internationale, de Comintern, om nationale zelfbeschikkingsstrijd als onderdeel te zien van de internationale revolutie. Dus om even de context te schetsen van en het milieu waar Anton de COM
onderdeel van uitmaakte. En als hij dan terugkomt uit, of terug, ja, op die boot wordt gezet, weer terug naar Nederland, dan is er ook gelijk een gigantische radicale politieke sfeer als hij terugkomt. Hij wordt echt als held onthaald in Amsterdam door 2000 mensen op de Sumatra-kade die de Internationale zingen. En hij gaat dan met die stoet door de stad en bij Park Schouwburg aangekomen klimt Anton de Kom op het dak van een van de twee auto's die hem vervoerden en spreekt dan die mensen toe. En hij zegt dan: ik wil met jullie strijden tegen het imperialisme, dat de vijand is van blanke en bruine arbeiders. Ik roep jullie sympathie en jullie daadwerkelijke solidariteit in voor het ongelukkige Surinaamse proletariaat. Nou, dat is iets wat hij dan dus tijdens die demonstratie, als het ware, zegt op 26 mei 1933. En wat ook interessant is, is dat Anton de Kom in deze periode contact heeft met Otto Huiswoud. Otto Huiswoud wordt gemeld door de geheime dienst als een gevaarlijke revolutionair. Overigens, hij heeft korte tijd in Amsterdam aan de Machelhaanstraat 22 gewoond. Dat is een beetje een zijstraatje, maar ik heb daar zelf gewoond. Toen ik dat las, dacht ik van, hè? Ik heb in een woning gewoond waar misschien Otto Huiswoud en Anton de Kom hebben gediscussieerd over revolutie. En de Internationale Socialist hebben daar ook socials gehouden in mijn tuin daar destijds, in de huurwoning aan de Machelhaanstraat 21. Maar goed, dat tezijde. Die Otto Huiswoud was onderdeel van een gigantisch internationaal netwerk van revolutionaire socialisten. Hij onderhield contact met de Internationale Rode Hulp van de Communistische Partij Holland. En volgens dat rapport van de geheime dienst had Otto Huiswoud ook contact met Anton de Kom. En op zich hadden ze ook veel gemeen met elkaar. Ze waren beide, stamden ze af van, ja, hun ouders waren slaaf geweest. Zij hadden zich een beetje omhoog gewerkt en ze hadden hun vleugels zeg maar gespreid door hun geluk elders te zoeken en zich te ontwikkelen. Nou, Huiswoud belandt dan niet in Nederland, maar in Amerika, waar hij al snel een belangrijke positie in de Amerikaanse Communistische Partij bekleedt en bijeenkomsten van de Comintern bezoekt in Moskou en gaat ook later voor de Comintern werken. En in Europa zet hij met geld van de Comintern de tijdschrift The Negro Worker uit. En dat blad dat wordt verspreid in Antwerpen en Amsterdam. En sympathisanten onder bemanningsleden van de Red Shipping Union brengen dat blad naar Afrika, Amerika en de Cariben. En in West-Indië wordt het onder meer verspreid onder goudzoekers. En Anton de Kom vertaalt dan zijn artikel voor dit blad Misery and Starvation in Suriname. En geeft in die tijd ook lezingen over zijn eigen boek dat dan is uitgebracht. Een paar maanden voordat hij werd gearresteerd in Suriname, dit is om even weer de politieke context te schetsen van waar hij actief in was, is Nederland in de ban van de muiterij op de zeven provinciën. Dat was een oorlogsschip wat onderdeel uitmaakte van de koloniale onderdrukking in Indonesië. En die soldaten, of de matrozen, die waren ontevreden over hun loonsverlaging. En die hebben toen een verbond gesloten met hun Indische collega's en gezamenlijk dat hele schip overgenomen. En ze navigeerden dat schip ook naar een plek waar zij wilden aanmeren. En op last van de minister van Defensie wordt dat schip dan gebombardeerd. En komen 23 Nederlanders en Indonesische matrozen om. En een van de oprichters trouwens van de Sociaal-Democratische Partij in Indonesië, op dat moment de Indonesische Communistische Partij, Henk Sneevliet, die in 1918 verbannen werd uit Indonesië daardoor, steunt dan die muiterij openlijk en belandt 5 maanden in de gevangenis en komt vanuit de gevangenis,
via de verkiezingen in de Tweede Kamer. En dat is allemaal precies dezelfde periode als dat de kom wordt opgepakt in Suriname en 2 maanden later op de boot in Nederland aankomt. En hij is dan betrokken bij de groep Links Richten. Dat is een schrijverscollectief die ook teksten van Anton de Kom promoot. En zij stellen zich tot taak om opstanden te beschrijven en getuigenissen op te tekenen en sporen aan tot schrijven. En hun missie is, en dan citeer ik, revolutionaire schrijvers hebben de plicht het gebeurde op de 7 provincies tot een onvervreembaar deel der internationale literatuur te maken, dat op haar beurt tot nieuw verzet aanmoedigt. En ja, dit is ook wat de Kom doet met Wij Slaven van Suriname en ook blijft doen tijdens de opkomst van het fascisme. Na de Duitse inval in mei 1940 raakt Anton betrokken bij het communistische verzet in Den Haag. Hij schrijft verschillende artikelen voor de illegale krant De Vonk. En hij was een schakel in de distributie van de illegale pers. En de Sicherheitsdienst had ongeveer de ongeveer 150 man tellende Haagse groep al snel in het vizier. Mede door hulp van de Nederlandse inlichtingendienst, die de lijst van communisten en communistische sympathisanten beschikbaar stelde aan de Sicherheitsdienst. En halverwege 1942 kon de Sicherheitsdienst daardoor een groot deel van het Haagse verzet oprollen. En een jaar later volgden nieuwe arrestaties. En ondanks die arrestaties ging Anton door met zijn verzetsactiviteiten. Gigantisch dapper ook. En De Vonk is een heel interessant tijdschrift, want het wordt gepubliceerd door een groep die al heel snel illegaal verzet tegen fascisme vormt begin 1941. Wat vrij bijzonder is, want veel communisten van de CPN, die zitten dan nog niet in het verzet vanwege het niet-aanvalsverdrag dat Stalin sloot met Duitsland. En dan valt Hitler de Sovjet-Unie binnen, op 26 juni 1941, dan is het best wel typisch hoe De Vonk daarop reageert. Het is een lang citaat, maar ik vind het wel heel, heel veelzeggend. Hier komt die. Het is een teken destijds dat de gehele bevolking plat ligt voor de Russische verdediging. Niet wij. Wij verwonderen ons over de Russische luchtmacht die geen enkele Duitse stad kon bombarderen. Voor de zwakte van de vloot die de Oostzee niet kon beheersen. Nee, wij bewonderen allerminst de Russische legerleiding of de eenmanspolitiek van Stalin, die deze ontzaglijke ramp over Rusland gebracht heeft. Maar wat wij wel bewonderen, is de taaie weerstand van de Russische soldaten, die vol blijven houden, ondanks deze slechte leiding. Zij bewijst dat de Russische arbeider beseft dat zelfs de schamele resten van de Russische revolutie nog het verdedigen waard zijn tegenover het gruwelijke gevaar en een fascistische overwinning. En ja, ik vind het heel inspirerend om gewoon te bedenken dat Anton de Kom dus onderdeel was van deze groep. Die dus niet alleen vecht tegen het fascisme, maar ook al een begin van een strijd voert tegen ja, de Stalinistische corrumpering van de revolutie van onderaf. En ik wil afsluiten met een artikel van Anton de Kom in De Vonk, wat ook laat zien waar hij stond in december 1943. Voert hij een aanval uit op de NSB-leider Mussert. Dan citeer ik. De heer Mussert is hysterisch geworden over de bezetting van Suriname door de Amerikaanse troepen. Zonderlinge verontwaardiging voorwaar. Voor wie niet slechts de koloniën, maar het moederland zelf opofferde aan den vijand. Onze houding in deze is zeer eenvoudig. Ook wij geloven niet dat de Amerikanen deze waardevolle koloniën weer vrij zullen geven. Verontwaardigd hierover zijn we niet. Suriname kwam door roof in onze handen. De geschiedenis van ons bewind was een lange geschiedenis van slavernij, onderdrukking en uitbuiting en verwaarlozing. Door roof gaat verloren wat door roof werd gewonnen.
Nou, afsluitend, wat ik heb willen betogen, is dat Anton de Kom dus veel meer was dan alleen maar een antikoloniale denker, en schrijver en literator. Daar waar men liever niet wil spreken over Anton de Kom als revolutionair socialist, doet men hem juist onrecht aan. Want hij ageerde juist tegen kapitalisme en imperialisme. En als strategie voor de strijd hiertegen bepleitte hij de proletarische eenheid tussen zwart en wit over landsgrenzen heen, waarbij nationale zelfbeschikking onderdeel was van deze strijd. Dus racisme niet zien als alleen maar iets moreel verwerpelijks, maar als iets wat overwonnen moet worden als onderdeel van revolutie, als onderdeel van een internationale strijd, waar de blanke arbeider net zo goed belang bij heeft. Hij offerde zichzelf daarvoor met gevaar voor eigen leven op. En het is deze strijd die wij moeten voortzetten, omdat het imperialisme en kapitalisme verslagen moeten worden, nog altijd. En fascisme en racisme zijn daarbij manieren voor de heersende klasse om deze proletarische eenheid te verstoren en te breken. En net zoals de Kom deed, hebben we de gevolgen daarvan te onthullen. En zullen we ons moeten scholen daarin en zullen we moeten schrijven daarover. En bovenal zullen we ons verder moeten organiseren.